Ik ben Petra van den Broek. Ik zit bij Gastvrij bij het CWZ. Als vrijwilligster en dat doe ik nu bijna 9 jaar. Gastvrij is zorgen voor de mensen om je heen. En naar de verhalen luisteren van de patiënten of mensen die op visite komen. En zorgen voor hen dat je er bent, dat de spanning eraf is. En echt voor de mensen zijn. Wij komen 's morgens binnen, dan gaan we de kaarten uitdraaien die mensen online kunnen versturen. Die gaan wij later op de dag in ieder geval bezorgen bij de patiënten. Normaal gesproken buiten de corona doen wij natuurlijk ook visites op de afdeling. Gaan we gewoon bij mensen even zitten of mensen die een beetje verward zijn, die even afleiding nodig hebben of een spelletje willen doen of gewoon even willen kletsen. Dat doen we allemaal erbij en het is echt voor de patiënt. Hoe ik ervoor zorg dat de patiënten het beste zorg krijgen, ik ga wel zorgen dat het ook allemaal een beetje soepel loopt. En wel naar de afdeling gaat, wel dat die mensen geholpen worden. Ja, ik denk dat je sowieso betrokken erbij bent en voor de rust en je hebt de tijd. Gewoon blijf wachten op de mensen dat ze ergens in een kamertje zijn. En inderdaad naar de uitgang brengen, wachten tot de taxi er is of zo. Nee, met omgaan met mensen, gewoon het sociale. Dat is wel heel fijn. Wat mij inspireert in het werk van Gastvrij is bezig zijn met mensen. Er kunnen zijn voor mensen. En ik vind het ook heel leuk. En de dankbaarheid die je terugkrijgt, dat is het klopje op de schouder.